Oké, maar ik weet niet of ik het moet zeggen, want kom op, Francisca, hoe lang ga je hier nog mee door? Zeg gewoon wat er is. Oké, Diego zat net te praten over wat? Jou. Diego zat net te praten over jou. Wat zei hij? Nee. Wat? Wat? Over mij? Het interesseert me echt niet wat Diego zegt. Wat? Ik geloof jou niet. Ik wil altijd alles weten. Zelfs al boeit die persoon me niet. Oké, dat is een goed punt. Wat zei hij? Hij zei dat hij wanhopig is van liefde. Ja. En dat hij zich rot voelt omdat jij wegrent als hij dichterbij komt. En dat hij nog nooit zo verliefd is geweest. Hallo? Hallo daar. Oké, ik ga. Ciao. Hallo. Hoe gaat het? Goed, en jij? Nee, eigenlijk gaat het niet zo goed. Ik ben een beetje chagrijnig. Ik krijg dat nummer maar niet af. Jij krijgt heus wel inspiratie. Wacht maar af. Ja, ik hoop het. En jij? Wil het lukken? Zeg niet dat je al klaar bent. Nee, maar ik heb er wel een melodie. Dus het gaat goed. Misschien ga ik Pablo wel vragen of iemand het voor me af wil maken. Gaan we naar de studio? Nee. Leon, kom op, niet onaardig doen. Nee, ik bedoelde, ik sta niet toe dat je aan Pablo vraagt je werk aan een ander te geven. Je moet het gewoon zelf doen. Ja, ik weet niet. Ik baal gewoon. Ik baal omdat ik de hele tijd aan papa moet denken. Het komt wel goed. Maak je geen zorgen. En zo niet? Als het niet goed komt, Leon, en alles ineens... Het komt wel goed. Wacht maar. Je weet het. Ja. Ik ben er voor je. Je bent niet alleen. Samen kunnen wij alles aan. Wat er ook gaat gebeuren. Dank je. Je bent zo goed voor me. Liefje? Waarom doe je de deur dicht als er een jongen in je kamer papa, is? Nee, echt niet. De deur was niet dicht. Nee. Hou jij je mond en verdwijn. Zet je hem nou de deur uit? Verdwijn! Het is goed. Ik spreek je. Tot ziens. Papa, ben je gek geworden? Waarom storm je zo binnen? We deden niks verkeerd. Oh nee? Ik zag iets heel anders. Wat zag je? We stonden gewoon rustig te praten. Violetta, het is bizar dat jij niet inziet hoe vreselijk het is dat jij jezelf opsluit met een jongen op je kamer. Wat is er? Ik hoorde Ik kwam de kamer van Violetta binnen en ze stond daar met een jongen en ze stonden praktisch te zoenen. Ik stond niet te zoenen, papa. Je kwam zomaar binnen. Ik stond niet te zoenen. Daar kreeg ik de kans niet voor. Hoe durf je zo tegen me te praten? Ben je soms vergeten dat ik je vader ben? Het spijt me, Angie. Hou jij er maar buiten. Laat ons maar. We hebben regels in dit huis, Violetta. En jij breekt ze stuk voor stuk, snap je? Je maakt misbruik van mijn vertrouwen. Laat me alleen met mijn dochter. Wij gaan praten. Nee, ik wil niet met je praten, papa. Jammer dan. Ik ben de vader hier. Jij bent mijn dochter. En als ik zeg dat we gaan praten, dan gaan we praten. Leon mag hier nooit meer komen. Mag ik nog naar buiten? Nee. Oh, tuurlijk. Ook niet naar de studio. Ja, dat mag wel. Waar ga je heen, Violetta? Naar de studio.